Salvador, betrokken bij een schietpartij tussen het leger en de guerrilla's. Daarbij kwam de 30-jarige Nederlandse cameraman Cornel Lagrau om het leven. Gisteravond zond de Icon de laatste opnames uit die Cornel Lagrau samen met verslaggever Kees Elenbaas en geluidstechnicus Annelies Helwegen in El Salvador had gemaakt. Kom hier, Cornel, word te gek. Nadat Cornel Lagrau door een kogel afgevuurd van ongeveer 100 meter afstand in de borst was getroffen, werd hij in een auto gesleept voor transport naar een ziekenhuis. Onderweg werd die auto 10 minuten lang voortdurend vanuit een helikopter van de regering van El Salvador beschoten. En dat terwijl die auto toch zeer duidelijk herkenbaar was als een auto met een televisieploeg. Zo hevig was die beschieting dat ze tot 2 keer toe uit die auto moesten vluchten, een huis in, en pas een uur later weer hun weg naar het ziekenhuis konden vervolgen. Toen was Lagrau inmiddels overleden. Het gebeurde bijna op de dag af, 7 jaar nadat 4 man van een andere Icon-ploeg in hetzelfde El Salvador gedood werden door een legerpatrouille die hen in een hinderlaag had gelokt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hier reageerde ongewoon snel en constateerde dat het hier een noodlottig ongeval betrof en dat er derhalve geen onderzoek hoefde te komen naar de toedracht. Wel werd door Buitenlandse Zaken een vraagteken gezet bij de beschieting vanuit de helikopter. Hans Verploeg is secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Die reactie uit Den Haag kwam wel heel snel, hè? Die kwam naar ons gevoel veel te snel. De minister heeft ook vanmiddag in een gesprek wat het NVJ-bestuur samen met de vertegenwoordiger van de Icon, collega Schenk en de redacteur van Kenmerk, met de minister heeft gevoerd, gezegd dat nadat hij deze eerste reactie had gegeven en nadere berichten heeft ontvangen uit El Salvador, ook bij hem een aantal vraagtekens zijn gerezen. Ja. En hij heeft ons vanmiddag toegezegd, mocht de overheid van El Salvador te lang wachten met de uitslag van het onderzoek wat men daar op dit moment verricht, of mocht de uitslag niet bevredigend zijn, dat hij dan eventueel ook zelf nadere stappen zal ondernemen. Ja, vraag blijft dan altijd, wat is de waarde van een onderzoek dat er eventueel komt? We weten het allemaal exact nog van 7 jaar geleden. De onderzoeksrechter zei, het is moord met voorbedachte raden, ik weet wie de schuldigen zijn, maar ze worden niet gestraft. Want bijvoorbeeld het leger dekt elkaar altijd af en getuigen willen niet praten. Sterker nog, die onderzoeksrechter is inmiddels gevlucht naar Canada. Ja. Wat is dan nog de waarde van zo'n onderzoek? Wij hebben ook in het onderzoek wat de regering van El Salvador gaat ondernemen niet zo heel veel vertrouwen. Het neemt niet weg dat het zeker moet gebeuren. Dat was ook de reden dat we minister Van den Broek hebben aangeboden, de NVJ en ook de Internationale Federatie van Journalisten, om samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid ter plekke met andere journalisten te praten, na te gaan wat er gebeurd is. Want nogmaals, wij sluiten een ongeluk niet uit, maar de hele sfeer om het gebeuren heen, het beschieten van de auto zoals u zelf al heeft aangegeven, geeft aan het feit dat er ook 3 andere journalisten bijna tegelijkertijd zijn doodgeschoten in El Salvador, geeft aan dat er bij het leger stemmingmakerij is naar de journalisten. En voor ons is het een gegeven, als het journalisten steeds moeilijker gemaakt wordt om hun berichtgeving te verzorgen, dat ze dat zelfs moeten betalen met hun eigen leven, dat daarmee de persvrijheid, waar we hier in het Westen in geloven, steeds moeilijker wordt om in die landen in feite uit te dragen en waar te maken voor journalisten. Tegelijkertijd dringt zich dan de vraag op, hoe ver ga je als verslaggever en als cameraploeg om de wereld vanuit dit soort gebieden te informeren? We hebben 3 mensen
uit de praktijk gevraagd. Cameraman Ruud van Buren en geluidsman Ruud van der Heijden hier aan tafel. En Pieter Varenkamp, die u allemaal kent van Avro's Televizier. Jullie hebben samen, Ruud, ongeveer alle dictaturen van de wereld gezien. Als je aan het werk bent, ben je dan bewust van de gevaren die je loopt? Niet helemaal. Je komt land in democratisch, van kom maar binnen. En dan achteraf pas, dan merk je dat je op een lijst staat. En zoals ons is overkomen. En dan merk je ook dat het leger niet zo'n leger is als wij hebben, maar dat het leger, boven het leger, de orden staan, doodseskader. Wat heb je in El Salvador meegemaakt? Je bent daar een aantal keren geweest. We waren 4 dagen in het land aan het filmen. En we zitten met een aantal collega's in een restaurant. We gaan op een gegeven moment weg en er komen de orden. Dat is de doodseskader kwam binnen. En die gaf ons een handje. Toen voelden we al nattigheid. En die hadden buiten tegen de soldaten gezegd, elimineren. En we stapten in onze auto. En we vroegen nog in het Spaans van, kunnen we gaan? Ja, zeiden de soldaten. We gingen. En ze richtten hun M16's. En gelukkig stonden ze niet, laat ik zeggen, automatisch. Maar ging schot voor schot. En schoten ons in de rug. Terwijl we wegreden. En er gingen ongeveer 10 tot 15 kogels. Werden in de auto op de auto gericht. Waarvan 1 kogel de auto trof. En Ruud trof. En Frank trof, die gewond achterin lagen. Ja. Kom je daar ongeschonden uit als je zoiets meegemaakt hebt? Jawel, want ik ben de volgende keer weer gegaan. Dat kan je? Ja. Ruud, merk jij, jij was geluidsman bij Ruud van Buren in El Salvador. Jullie hebben, zoals ik net al zei, heel veel brandhaarden in de wereld gezien. Merk je nou dat journalisten ontzien worden? Dat hangt er vanaf. In Salvador absoluut niet. Het was eerder een reden om op pesten schieten langzamerhand om ze eruit te krijgen. En in een aantal landen is de situatie daadwerkelijk dat ze je ontzien. Maar daar was het absoluut niet het geval. Nee. In het geval van deze ICOM-ploeg, die hebben voor ze naar het dorp waar het allemaal gebeurde geïnformeerd of het daar gevaarlijk was. Het was daar heel rustig. Ze hebben ook 40 minuten opnames, interviews kunnen maken zonder dat er wat aan de hand was. Toch vraag je dan af, kan je op dat soort momenten inschatten hoeveel gevaar je loopt? Nee. 9 van de 10 keer niet, want je weet niet. Radioverbindingen, wat ook de ICOM-ploeg, de eerste ICOM-ploeg gebeurde. Dus je weet niet hoe een situatie zich in de tussentijd, hoe het uitpakt. Het leger kan zich zeer snel verplaatsen naar een plek toe. Kijk, zoals er geschreven wordt van ze zoeken het op, dat is onzin. Want als ik naar, ik ben voor de Falklandeilanden gevraagd, voor Vietnam, voor Libanon. En dat weiger ik. Ik zoek geen oorlog op, want er zijn andere mensen voor. Als het over mensenrechten ging, dan konden ze me wel hebben. Dus je hebt heel duidelijk een criterium voor opdrachten die je wel aanvaardt en opdrachten die je niet aanvaardt. Ja, ik ben geen oorlogscorrespondent. Als mensenrechten in opspraak komen, dan gaan wij. Pieter Varenkamp, is het zo dat je als buitenlandse journalist in een land als bijvoorbeeld El Salvador een betere positie hebt dan een journalist uit dat land zelf? Ik ben nooit in El Salvador geweest, wel in veel andere oorlogssituaties en situaties waar geweld is. Ik denk wel dat wij in een iets betere, over het algemeen een iets betere situatie zitten. En zeker als je naar de lijst kijkt van journalisten die zijn omgekomen de laatste jaren, dan komen er veel meer journalisten, zeg maar, van het land zelf om dan buitenlandse journalisten. Neem Zuid-Amerika, Turkije, waar journalisten gemarteld worden, Afrikaanse landen, waar dus van het land zelf journalisten gedood, bewust gedood, dus niet tijdens een vuurgevecht of zo, maar echt bewust vermoord worden of gemarteld, monddood gemaakt worden. Ja. Is het toch niet een beetje zo bij televisie? Er is met name de laatste tijd veel over gezegd dat de kijker steeds sensationelere beelden verwacht om geboeid te worden. En dat je als verslaggever toch onbewust aan dat verlangen wil voldoen? Nou, ik in ieder geval niet. Mijn vak is journalist, boodschapper, ik moet berichten. En ik bericht inderdaad vaak vanuit gebieden waar de situatie niet erg veilig is. Dat weet ik wel. Maar dat is mijn vak. Hans, vorig jaar zijn er 26 journalisten omgekomen bij de uitoefening van hun beroep. Dat zijn alleen nog maar de officiële cijfers. Meer dan 800 zijn er gewond geraakt. Ja. Dat is een stijging, als je dat woord al mag gebruiken, van 25% ten opzichte van vorig jaar. Toch moeten we uit dat soort landen als El Salvador blijven berichten. Ja, alleen moet iedere journalist en iedere opdrachtgever van een journalist, een omroepvereniging of wie dan ook, een krant, moet steeds afwegen, is het de tol waard? Is het de eventuele prijs waard?
Iedereen moet dat dan voor zich afwegen. Het is van levensbelang juist uit dat soort gebieden te blijven berichten. Want als je dat niet meer doet, betekent dat de machten die in dat soort landen het voor het zeggen hebben, helemaal hun gang kunnen gaan. Ik denk wat u zegt over de 26 die vorig jaar bij de uitoefening van het vak zijn omgekomen. Het zijn er ondertussen meer, we hebben ze nog eens nageteld. Het zijn er meer dan 40, waarvan het merendeel, en dan sluit ik aan bij de woorden van Varenkamp, het merendeel met opzet is gedood. In Peru bijvoorbeeld een heel gezin van een journalist uitgemoord. In Brazilië zijn er mensen doodgeschoten. Er zijn heel veel voorbeelden, helaas steeds meer voorbeelden, met name in Latijns-Amerika, dat journalisten, cameramensen, televisiemensen, vanwege de uitoefening van hun werk, brengen van berichten, brengen van objectieve berichten, door de machthebbers, door terroristische groepen of door doodseskaders, worden geliquideerd. Ruud wou nog iets zeggen, ja? Nou, wat ik eigenlijk boos over ben, is op een gegeven moment toen heb ik Ruud gewoon naar huis vervoerd in naar Holland. En we hebben kamervragen gesteld in de politiek van doe er iets aan. Want als op journalisten gaat schieten, is het einde. Nou, dat is toen de toenmalige minister De Clau geseponeerd en in de doofpot gestopt. Want we zijn het land van de doofpot. We zijn de uitvinders ervan, zoals u weet. Maar ik begrijp dat het gesprek met Van den Broek van vanmiddag uitzicht biedt op minder doofpot dan misschien in Nederland gewenst zijn. Jullie allen zeer bedankt voor je bijdrage. Dankjewel. Alle kranten hadden praktisch zonder uitzondering de afgelopen dagen 2 foto's, behalve deze tragische berichtgeving. 1 van een hoogst geïnteresseerde minister-president van dit land tijdens een partijcongres. En dan was er nog een andere foto, misschien wel de meest aandoenlijke foto van de afgelopen dagen. Het was de ijsbeermoeder Mien met haar zoon of dochter, want de sekse is vooralsnog onbekend, die voor het eerst naar buiten kwam. Het Jeugdjournaal had van deze eerste confrontatie van Miens kleintje met de buitenwereld deze verrukkelijke beelden. Vandaag kwam hij voor het eerst buiten, de ijsbeerbaby van Diergaarde Blijdorp. En het was natuurlijk wel even wennen. Omdat alles zo nieuw en vreemd was, bleef de kleine eerst heel dicht bij moeder. Of het een jongen of een meisje is, dat weet trouwens nog niemand. De baby is eind november geboren tijdens de winterrust van moeder. Met speciale camera's werden moeder en kind in de gaten gehouden. Gelukkig is alles goed gegaan, alleen zijn ze wel erg vies geworden van hun eigen mest. Als er vis wordt gegooid, duikt moeder meteen het water in.